En je ziet ook gewoon dat Elftal nog niet daar is waar we horen te zijn. En daar hebben we ook echt de reden voor. Dus daar maak ik me ook helemaal geen zorgen om. Maar ondanks dat als je matig speelt, moet je deze wedstrijd naar je toe trekken op het einde. Dick, hoe zat jij op je stoel in die slotfase met die 300% kansen? Ja. Die gaan er nu niet in. En vorig jaar gingen ze er wel. Wat is dat? De flow waar jullie vorig jaar in zaten? Ook. En je ziet ook gewoon dat Elftal nog niet daar is waar we horen te zijn. En daar hebben we ook echt de reden voor. Dus daar maak ik me ook helemaal geen zorgen om. Maar ondanks dat als je matig speelt, moet je deze wedstrijd naar je toe trekken op het einde. Dat waren niet 100% kansen, maar iets meer nog. Ja, je hebt het over de gebrekkige voorbereiding. Daar hebben alle clubs wel een beetje last van gehad. Is dat ook de reden dat PSV, AZ, misschien ook Ajax wat stroef starten? Nou ja, je moet alleen maar naar jezelf kijken. En wat dat betreft hebben we een goede voorbereiding gehad. Prachtige wedstrijden gespeeld, maar continu met een incomplete groep. Vanaf vorige week is pas iedere speler is fit. Nou ja, dat zegt genoeg. Dus nou moet je per dag, per wedstrijd, moet je beter worden. Ondanks dat, de vier wedstrijden die we hebben moeten spelen nog tegen PEC. En vandaag Twente en de komende wedstrijd, dan moet je punten pakken. Want dat is bepalend wat je seizoen wordt. Hoe komt het dat jullie wel zo niet scherp begonnen? Binnen 2 minuten lag hij erin. Ja, daar gaat eerst een vrije trap aan vooraf bij Berghuis. Die laat dan zich te makkelijk wegzetten wat een vrije trap is en laat doorspelen. Een verkeerde terugspelbal of een tikkie van Diemers. Ja, en dan schieten die jongens hem er goed in. En dat verdienen ze ook qua manier van spelen. Ik bedoel, die ploeg kan je geen verwijten maken, dat Twente. Die speelde naar hun mogelijkheden. Met de snelheid voorin hadden wij in het begin echt wel wat problemen mee. Je hebt wel 2 fases gehad, hè, waarin je Twente wel bij de keel had. Vlak voor dat doelpunt en dus in de slotfase. Maar al met al veel fouten, positiespel. Nou ja, ondanks dat moest je natuurlijk, ondanks dat je op een gegeven moment wel de controle had en een groot veld overwicht en continu bij die goal was, moet je toch oppassen. Want ze schroomden toch niet om die tegenaanval in te zetten. En ik moet zeggen dat onze vriend Geert Ruijden centraal het uitstekend deed. Maar datzelfde geldt eigenlijk voor Nieuwkoop. Maar ook daar had Geert Ruijder in het begin moeite mee met die linksbuiten, maar Nieuwkoop deed dat goed. Ja, er zijn ook wel wat spelers die nog niet hun niveau halen. Nee. Alleen vorige week, Kukçu, Jurgensen, nu ook. Wat kan je deze week met die jongen? Nou ja, ik ga nou niet namen noemen, maar het elftal moet beter. En vorig jaar hebben we genoeg van die wedstrijden gehad en dan viel het de goede kant op. En dit keer speel je gelijk. Dat kan gebeuren, maar voor de rest maak ik me daar geen zorgen om, want het elftal gaat straks echt wel de punten pakken. Hoe is het met Erik Bottegi? Ja, dat was hamstrings. Ja. Dus die ben je voorlopig kwijt? Ja, wat ik ervan hoorde, duurt dat wel even. Maar ja, dat kan je nooit van tevoren al aangeven hoe lang. Tot slot, het vorige optreden hier in de Kuip was toevallig ook tegen Twente. Zaten hier slechts 5000 mensen. Vandaag 13, je hoorde ze ook zo nu en dan. Hoe heb je dat ervaren? Nou ja, ik vind het natuurlijk jammer dat we waren al blij natuurlijk dat er 12.000 of 13.000 mensen zitten. Maar zo'n stadion hoort natuurlijk vol te zitten. En dat is jammer. Ik vind dat we een fantastisch publiek hebben. Ben ik natuurlijk een beetje chauvinistisch, maar ik heb ook gekeken waar ze zitten, hoe ze zaten. Eigenlijk nog ruimte zat. Ons wordt steeds verteld, ook van de virologen, hou 1,5 meter afstand. Nou, dat deden ze. En af en toe riepen ze wat, ja, als je dat niet meer mag, dan wordt het vervelend. Maar ik vind dat de mensen, in mijn optiek, zich goed gedragen hebben.